mensen! Zo, zoals je ziet, zitten we hier samen in beeld. Dat komt dat we samen het jaar willen afsluiten hier op YouTube ook. Maar oh, mensen, we zijn niet weg. We blijven gewoon, ik blijf gewoon sowieso. En er komen ook al wat een keer aan de video's. Ik wil gewoon dit jaar afsluiten door jullie allemaal te bedanken voor de steun die ik dit jaar heb gehad. Want zonder jullie zat ik niet waar dat ik nu zit. En de steun die ik ook mensen krijg van jullie is insane. En ik ben daar enorm bedankt voor. Zoals jullie weten was dit jaar niet echt top met mijn fysiek, toch? In dit genre toch, ja. Met de fysiek was het niet echt goed. Ik heb zware overgewicht. Ik ging zeggen, I'm still fat. Sowieso. Maar ik ben tot nu toe al 30 kilo afgevallen. Op een 8 maand tijd ben ik terug begonnen. Met die diëtist, met de psycholoog, met de chirurg en zo. Voor een ingreep vast te leggen. En ja, het was moeilijk, maar de laatste 4 maanden ben ik echt op dieet beginnen gegaan. En zoals je een beetje kunt zien, ben ik een beetje vermagerd. Sowieso, al kun je het niet al te veel zien. Maar ja, doe dat super goed. Ja, sowieso, maar mocht er zeker trots op zijn. Zeker ja. Het laatste maanden heb ik hard voor gevochten. Ja, zot hè. Ik ben er sowieso trots op. En zoals je ziet, Andrew zit in de video. We raken al bij deftig op de camera. Oh, sta ik er is daar zeker gewoon. Ben ik dik? Nee, maar ja, Andrew, wat is uw verhaal een beetje? Dat je wilt zeggen tegen de kijkers toe. Ik heb niet echt een verhaal. Ik wil gewoon, ja, veel geluk, veel goede gezondheid wensen voor 2023. Veel geluk ook, veel succes ook. Misschien heb je iets waar je naartoe kijkt om te doen. Misschien naar een nieuwe school. Misschien ga je iets leuks doen in de zomervakantie. Misschien krijg je een nieuwe auto. Misschien ga je je rijbewijs doen. Er zijn dingen daar waar je naar kan kijken. Je hebt goede voornemens voor het nieuwe jaar. Er zijn veel mensen die dat niet meer doen ofzo. Maar dat is toch een beetje traditioneel. Traditioneel, ja. Dankjewel. Traditioneel. Traditioneel. Dat moet ik hier. Traditioneel. ik heb ook natuurlijk goede voornemens. Ik wil heel graag nog een paar kilo's verliezen. Pak een 20 kilo's verliezen. Pak een nog 30. Maar zijn er toch al schrift wel afgevallen? Hoeveel zijn er al afgevallen? 25 kilo. En dat komt omdat ik ook een gastric bypass heb gedaan. Ik ben eerder dan hem. Ik ben ook later begonnen met zijn traject. Ja, inderdaad. Een traject in Jan Parfait. Ik wil hem zeker promoten, dat interesseert mij niet. Maar het is een super goede ziekenhuis, heel goed onder andere genomen. Mijn goede voornemens zijn natuurlijk nog een paar kilo's afval, dus nog een 30 kilo's bijvoorbeeld. En dat gaat zeker in die jaar gebeuren. Per week toch wel 3 keer gaan trainen, gewicht oefeningen doen. Altijd gezond eten, kleine porties en zo. En gewoon genieten. En ja, genieten van de tijd dat ik heb, de vrije tijd dat ik heb. En ga werken, mijn rijbewijs ook proberen doen dit jaar. Dit volgend jaar, dus ja, binnen een paar uren. We zijn nu 20 uur en 10. Ik weet niet of dat, ja, die kunnen zien, 20 uur en 10. Vertrouw op ons woord. 20 uur en 10, zoals je ziet. Ja, 20 uur en 10. Oké, mijn goede voornemens zijn, sowieso ik wil in het volgend jaar zeker het 50 kilo afvallen. En ja, ik ga de ingreep laten doen. Ik heb ook al een datum gekregen die nu vaststaat. Heb ik daar zin in voor? Ja, heb ik een beetje stress, gezonde stress. Angstig ben ik niet echt, maar gewoon de zenuwen en de stress. Maar dat is zo'n beetje ongezond, dat is voor als je in slaap wordt gebracht. De controle verliezen. Ik verlies niet graag het controle en daar heb ik een beetje schrik voor. Maar ik geloof erin, alles komt goed, sowieso. En ik wil jullie eigenlijk ook wel de datum zeggen, nu dat het nieuwe jaar gaat starten. De datum is 30 januari. Ik moet om 6:30 in de ochtend binnengaan. Wajo, ja, wajo. Zot, echt. Ik ben enorm trots op mezelf dat ik dit al heb bereikt, maar door jullie steun heb ik het verder gezet. En ook gewoon omdat ik wist, het moet voor mijn gezondheid. En ik voel me al veel lichter. Want ik woog 192, ik weeg nu 162. Dus mensen, ik ben kei trots. Dus ik wil afvallen. Ik wil sowieso
hier verder zetten. Ik wil doorbreken hier op YouTube en ik wil nog verder groeien op TikTok. En dus ik wil ook verder groeien in een bedrijf hier dat ik zou willen starten in de toekomst. En dat is een soort filmbedrijf dat ik wil starten. Dit zijn allemaal dingen die ik jullie nu laat weten. En dat is zo een trouwen dat ik ga filmen. Of gelijk welke video's, maar mensen kunnen mij zeg maar boeken. Dan kan ik naar hun komen en kan ik gelijk welke dingen filmen. Cinematic shots en zo. Van hun auto's. Gelijk welke dingen, snap je? Oké. Maar ja, dat waren zo ongeveer mijn goede voornemens. En gewoon heel veel mensen helpen dat ook. Sowieso, ik heb er kei veel zin in. Maar ik wil je nogmaals allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Voor de steun die wij en ik hebben gehad dit jaar. En ja, voor ons mee te volgen op YouTube. En op YouTube en TikTok. Sowieso. En Instagram en zo. Sowieso. Daar is Ashley zeker dankbaar voor. Ja, inderdaad. Dat is zeker een grote steun van hem geweest ook. Dus, ja, inderdaad. En het jaar 2022 was niet echt al te denderend, zeg maar. Vele tegenstoten gekregen, zeg maar, tegenvallertjes. En je moet gewoon positief blijven, hè. Hoe moeilijk dat ook is, je moet altijd doorgaan. Er gaan nog altijd moeilijke momenten zijn, maar probeer het positiever van te maken. Als zijn er 10 slechte dingen dat je kunt opnoemen in één situatie, probeer toch 1 positieve ding kunnen opnoemen, zeg maar. En dat heb ik gedaan. Het positieve is dat ik toch blij ben waar dat ik nu sta. Na wat er ook al is gebeurd. En ik wens jullie allemaal een goed gezondheid toe. Ik wens jullie ook allemaal een goed eindjaar toe. En een goed nieuwjaar uiteraard. Mensen, stay tuned. Er komt vette content aan. Bedankt en laten we zeker een keer proost. Mensen, santé. Santé. Geniet van het eindjaar. 5, 4, 3, 2, 1. Een gelukkig nieuwjaar! 2023. Woehoe. Ja. Santé. Santé. In de ogen. Maar ik niet, hè. For sunshine.